Ze hadden het misschien al wel eens eerder gezegd, maar nog nooit zo helder en duidelijk als gisteravond. Ook binnen het Haagse politiekorps komt discriminatie en racisme voor. Burgemeester Van Aartsen en politiebaas Van Muscher die gaven dat gisteravond toe tijdens een debat in de gemeenteraad over de arrestatie van Mich Hendrikus en de rellen die daarna uitbraken in de Schilderswijk. Ja, er zijn ook agenten die discrimineren en die mogelijkerwijs, als je het nu zo wil noemen, racistisch zijn. Ja, die zitten er ook onder. Met deze niet mis te verstaande boodschap geeft burgemeester Josias Van Aartsen een zware lading aan het debat van Mich Hendrikus. Hendrikus kwam anderhalve week geleden om het leven nadat hij werd gearresteerd. Veel partijen maken zich zorgen om de rol van de politie. Maar over de inzet van de leiding kan geen enkel misverstand bestaan, zegt ook de chef van de politie-eenheid Den Haag. Wie zich als politiemedewerker opzettelijk schuldig maakt aan discriminatie of etnisch profileren, hoort niet bij de politie te werken. Bovendien verklaren burgemeester en de politiechef dat er al veel wordt gedaan om discriminatie tegen te gaan binnen het korps. En dat ze nog meer gaan doen. Daarmee worden ook de mensen die eerder kritiek hadden op de rol van de politie redelijk gerustgesteld. Ik denk dat dat echt een goed signaal is richting de stad, naar die mensen toe die gevoelens hebben van discriminatie door de politie, dat ze serieus genomen worden. Groep De Mos vindt echter dat relschoppers er te gemakkelijk vanaf komen. Het reltuig wordt in onze beleving te weinig aangepakt. Reltuig wat de boel kort en klein staat. Een schadepost van bijna 80.000 euro. Ja, dat is nogal wat en dat moet tot de laatste eurocent terug worden gehaald op dat reltuig.